Vandaag gaan we weer een LOL opmaken, maar dit keer niet een normale LOL Surprise. Nee, we hebben hier de LOL Surprise, de Winter Disco en de Glitter Globe. Ja, zoals je ziet is hij eigenlijk niet helemaal rond. En dat vind ik er wel zo leuk aan. En er staan er allemaal leuke dingetjes. Glitter snow, glitter sneeuw, oeh. En we zien hier natuurlijk een heel leuk poppetje. Hier aan de zijkant zien we ook, natuurlijk net zoals altijd, dit zo staan aan de zijkant. En daar helemaal onderin staat glitter in my hair. Nou, zo ziet hij eruit. En ja, we gaan je zeker unboxen. Unbox me. Dus laten we beginnen met het eerste ritje. Zo. Oké. Zoals we weten zit natuurlijk altijd een code. Oh nee. We zien een vuur en een bad. Relaxing in the hot tub. Dus even relaxen in het, ik noem het weer een bubbelbad. Lekker een heet bad. Nou, hier zien we natuurlijk geen aanwijzingen, maar wel een hele coole laag er nog overheen. Dus daarvan gaan we ook. En zoals je hoort. Zoals je aan de onderkant ziet, zie je al blauwe glitters. Het jammer hier natuurlijk wel is dat je niet weet wat erin zit. Dat is wel natuurlijk spannend. Maar je zou dan natuurlijk ook een dubbele kunnen krijgen. Nou, zo ziet hij eruit. En dan deze kant en dan zie je hier de glitters. Nou, ik ben natuurlijk wel benieuwd. Hierboven kan je dan uiteindelijk ook als goed water stoppen. En dan voelt het om het water en dan krijg je ook een soort van sneeuw. Zo'n sneeuwballetje in zo'n glas krijg je dan te zien. Maar natuurlijk niet met sneeuw, maar met glitter. Zo. Dan kan je hem openbreken. Kijk. Echt superleuk. Zo, laten we dit even aan de kant zetten. We hebben hier de onderkant waar je hem op kan zetten. En hier kan je dus de bal zo recht neerzetten. En hier hebben we het poppetje, maar die openen natuurlijk als laat. En dan hebben we hier zakjes. Laat ik maar beginnen met het eerste zakje. Ja, met deze. Dit voelt als schoenen. Felroze schaatsen. Oké, welke voet dan laten we deze doen? Ik ga niet op de kaart kijken, want dan weet ik misschien al wie het is. Dus die leg ik even daar. En hier kan het poppetje natuurlijk op staan. Anders valt ze natuurlijk, of hij natuurlijk om. Dus dat is wel super handig. Die kan je dan gemakkelijk hierin klikken. Oké, ik voel me een beetje aan de kant. Oké, ik ga nu denk ik voor deze. Nou, ik maak deze even open. Oeh, oh, dit lijkt een beetje op een buiktasje. Oké, laat ik deze meteen een beetje in elkaar zetten, dat jullie ongeveer weten wat het... Zo, dan staat ze dan, of hij staat hier en dan stop je hier water in en dan heb je een soort
glitter globen. En dan kan je ook nog, als je de Little Sisters of de Pets hebt, kan je ze ook nog opstapelen tot een sneeuwpop. En dan met deze kan je hem rechtop zetten. Oké, welke ga ik nu? Ik ga nu deze. Dit flesje ziet er leuk uit. Zo. En dan hebben we nog één zakje voordat we de pop gaan openmaken. En dat is dan de outfit. Het is super glitterig, maar het ziet er super leuk uit. Oké, nu ben ik wel heel benieuwd naar de pop. Het lichaampje. Dit ziet er super leuk uit. Ik zet even het hoofdje weer op het lichaam. Zo, kijk hoe schattig dit eruit ziet. Maar het lijkt een soort van dat ze een bel blaast. Want hierin zitten glitters. Daar kan je dan water bij vullen. Nou, zo ziet ze er dus uit. En ze heeft een soort bel, dus van kauwgom, in haar mond. Waardoor de glitters dus niet uitvallen. En daar kan je dan water in doen. En dan heb je een soort van nog een glittergloop, maar dan in haar haar. Nou, laten we haar even aan gaan kleden. En daarna gaan we kijken hoe ze heet. Zo. Ik vind het wel een superleuk pakje dat ze eronder aan heeft, dat zilveren. Zo. Nou, outfitje heeft ze aan en dan trekt ze de schaartjes ook aan. Ik vind het wel super leuk dat het echt super fel is. Zo, en dan denk ik dat die zo hoort. Of niet? Even kijken hoor. Of die nou zo of zo, want dat kan natuurlijk allebei. Kijken we ook meteen. Oké, hier staat ze al. Ze hoort bij de Chill Out Clip en het is Future 8. En hier zie je ook de Leels, de Big Sister en de Pets. Er zijn 12 verschillende. Oké, laat ik dan het tasje goed doen. Ja, hij zit met haar flesje. Nou, zo ziet ze dus uit. En ik vind het ook super leuk dat de flesje gewoon met haar outfit. Nou, nu kan je deze, kan je er voorzichtig uithalen. Het kan ook zijn dat het kleine glitters zijn. Je kan met het hoofd kan je in het water lopen en dan erin knijpen. Maar wat handiger is om te doen, is om met het flesje kan je het er vullen. Want dan gaan de glitters er niet uit. Maar ik doe hier geen water in. Maar hier kan je wel water in doen. Nou, laat ik maar water gaan pakken. Dan gaan we het vullen. Dit dopje zit erop, die moet je natuurlijk eerst afhalen. En wanneer we hebben gevuld, natuurlijk weer opzetten. Anders valt of de glitter of het water eruit. En ja, dan wordt het een beetje een gliederboe. We gaan ook een beetje inzoomen, zodat je goed kunt zien wat er gebeurt. En ik heb er veel te veel water gepakt. Maar dat is natuurlijk beter dan te weinig. Oké, laat ik het maar erin gaan doen. Nee,
zit een waterbubbel, waardoor die niet wil. Nee! Dat ging niet helemaal goed, dus ik ga een beetje proberen schuin te houden en dan te vullen. Nou, ik ben nu aan het vullen, maar ik ben een beetje stil omdat ik heel geconcentreerd ben. Nou, nu stoppen we het dopje weer terug, dat het water er niet meer uit kan. Zo. En als je dan een beetje rond. Dan heb je zo'n glitter glowen. En het water wordt ook een beetje blauw. Dit doet me echt een beetje denken aan Frozen. En Frozen 2, die komt ook binnenkort uit. Echt super leuk. En dan kan je deze gewoon, zonder dat er natuurlijk water uitgaat, gewoon openmaken. Want het zit hierachter en dan kan je je poppetje erin zetten. Met een flesje. Oh, oeps. En dan zet je deze op. En het water kan dan weg. En nu heb je dus een glitterglow met een LOL erin. En in een andere video dat nu op mijn kanaal zat, heb ik ook deze oog gemaakt. En deze is met een roze achterkant. Ik had dezelfde code, dus ik dacht, misschien heb ik wel dezelfde. En dat is de Bold Baby. En ze zijn allebei common en er staat dat ze kunnen color changen. Maar ja, dat weet ik niet, want als je ziet staat er een color change poppetje bij. En als je dan ook nog de pets hebt en een little sister, kan je er ook nog een hele leuke sneeuwpop van maken. Dat is natuurlijk ook super leuk. Maar ik ga de video hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Buiten natuurlijk. En vergeet ook zeker niet op het belletje te klikken. Wie is nu weer een nieuwe video. Doei!